Anderhalve maand heeft het geduurd, maar de werkzaamheden aan de Graafse weg zijn dan eindelijk klaar. Sinds zondag is de weg naar het centrum weer open en er is nogal wat veranderd. Er zijn kruispunten en rijbanen aangepast om meer ruimte te maken voor het groeiende aantal fietsers. Ook zijn de verkeerslichten vervangen. Er kwam steeds meer kritiek op de gevaarlijke verkeerssituatie. Begin dit jaar verongelukte er nog een fietser na een aanrijding met een taxi. De nieuwbouw van basisschool De Klokkenberg is klaar. Vrijdagmiddag werd het nieuwe gebouw feestelijk geopend onder toeziend oog van burgemeester Bruls. Het nieuwe schoolgebouw is nu gericht op duurzaamheid en zelfstandig leren. Het vernieuwen ging niet zonder slag of stoot. Het oude gebouw moest in delen gesloopt worden, terwijl de lessen gewoon doorgingen. Ook was de nieuwbouw flink vertraagd omdat buurtbewoners geklaagd hadden. Op deze mooie school, op het zorgen voor jullie allemaal. En een mooie toekomst. Zo moet het. Niels Rikke van het Groesbeekse bedrijf Rikkenbouw kreeg vrijdagochtend uit handen van wethouder Sylvia Fleuren symbolisch een sleutel. De sleutel symboliseerde de opening van een nieuw gedeelte van bedrijventerrein De Mies in Groesbeek. Fleuren maakte in haar toespraak nog melding van Truus Jansen, die nog op het terrein woonde toen de gemeente ruim 16 jaar geleden het terrein kocht. Doordat de economie aantrok, heeft de gemeente besloten om op die plek 19.000 vierkante meter met diverse bouwkavels te ontwikkelen. Garagebedrijf Thijs Leenders en Rikkenbouw, beide lokale bedrijven, hebben al een kavel gekocht.